beste kijker. Ben jij fan van ons kanaal en wil je ons steunen in ruil voor exclusieve content? Meld je dan aan via onderstaande link of stuur een mailtje naar redactie@denieuwewereld.nl. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in tijden van verandering. Mijn naam is Jurgen Tiekstra en ik ben hier met digitaal te gast landbouwkundige Louise Fresco om over haar boek Ons Voedsel, een levenslang verhaal te spreken. Louise Fresco, fijn dat je er zo bij kan zijn, digitaal vanuit je huis, om naar aanleiding van je boek te spreken. Het is een boek met beschouwingen over voedsel op basis van je decennia aan ervaringen als landbouwkundige bij de Wereldvoedselorganisatie bijvoorbeeld in Rome. Ook je veldwerk in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Filipijnen. Je bent tot voor kort bestuursvoorzitter geweest van de Wageningen Universiteit. Dus op basis daarvan heb je dit boek geschreven, maar het gaat ook over de actualiteit. Er zit wat levensbeschouwing in. Er is genoeg om over te spreken. En ik wil even beginnen met het volgende. Wat je al wel vaker hebt verteld is dat je toen je heel jong was, toen woonde je in Ukkel, hè, geloof ik, zo heet het in Vlaanderen. Dan zat je op een internationale school. En toen werd je geconfronteerd met die beelden uit Biafra, waar toen die grote hongersnood gaande was in die Nigeriaanse burgeroorlog. En dat deel van de bevolking werd uitgehongerd. Er stonden foto's van in Parimatch. En dat heeft je heftig aangegrepen. En toen heb je een actie georganiseerd op je school, dat er rijst werd geserveerd bij de lunch op school, hè? Mm-hmm. Want je was echt gegrepen. En later vertel je nog, je gaat dan onder andere om wat je daar hebt gezien, landbouwkundigheid studeren in Wageningen. En dat is een heel links tijdperk. Dat gaat over Marx en Sartre en Simone de Beauvoir zijn belangrijk. En als je daarop terugkijkt, schrijf je van, soms schaam je me over hoe makkelijk geoordeeld werd. En als we nu een stap nemen 50 jaar later naar de huidige urgente problematiek, dan zie je allerlei mensen, ook jonge mensen, zich grote zorgen maken en die gaan ook actie voeren en die oordelen misschien ook heel makkelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat je vanuit je eigen jeugdervaring je kunt verplaatsen in de huidige activisten en mensen die misschien vanuit linkse hoek zich echt zorgen maken. Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, er is een mooie uitspraak, ik weet niet meer precies van wie, dat als je op je 20ste niet links gemotiveerd bent of actiegericht bent, dan ben je een egoïst. Maar als je op je 40ste nog steeds op dezelfde attitude zit, ja, dan ben je bij wijze van spreken niet erg verlicht meer. Dus het gaat natuurlijk allemaal over het evenwicht. Maar die motivatie van jongeren van vandaag, ja, die is wel heel begrijpelijk en heel zinvol. Alleen, ik zie telkens bij iedere generatie, inclusief de mijne, dat je met de loop der jaren natuurlijk wel ziet dat dingen veel lastiger, veel complexer zijn. Dat het niet een kwestie is van dingen verbieden, of zeggen weg met kapitalisme. Maar de voorhoede is dat heel belangrijk. Dat zie je bijvoorbeeld ook in diezelfde tijd waarin ik studeerde, ook met het feminisme. Het was niet zeker niet zo dat iedere man een vijand moest blijven voor de rest van zijn leven. Maar het zo benoemen hielp wel een heleboel vrouwen. Dus in die zin is natuurlijk juist dat extreme formuleren van dingen zinvol, mits, en dat zeg ik er echt nadrukkelijk bij, mits er wel op een gegeven moment ruimte komt voor discussie en voor elkaar ontmoeten. En dat is wel een beetje het probleem van vandaag. Er wordt heel erg gepolariseerd en heel snel wordt iemand afgeserveerd en dan is er geen gesprek meer mogelijk. Ja, want je bent ook columnist voor NRC Handelsblad en daar neem je ook stevig stelling soms in die zin van, ik zie je in de kop, dat heb je zelf niet verzonnen natuurlijk, maar klimaat is religie geworden. Maar dan verwijs je wel naar dat er een religieus component in het huidige klimaatdebat zit, in sommige kringen zeg je, waardoor klimaatdoelen heilig verklaard kunnen worden. Maar dat kan je ook zien in de jongerenhoek misschien, in die jongerenactivistenhoek, of niet? Wat dacht je precies aan? Nou, ik denk, kijk, nogmaals, de koppen zijn nooit van mij, hè? De koppen ook. Dus dat moet je realiseren. Het is waar, denk ik, dat veel grote bewegingen een soort religieuze drive hebben. En religie bedoel ik dan in de betekenis dat er over bepaalde uitgangspunten niet meer gediscussieerd mag worden. En ik vind dat bij klimaat heel opvallend. Ik ben zelf vanaf het eerste IPCC-rapport betrokken geweest op allerlei manieren bij de IPCC. Ik heb deel uitgemaakt
de Nationale Commissie die het IPCC-secretariaat heeft geprobeerd, weet echt wel een beetje wat ik heb. Het probleem is niet dat we het klimaatverandering moeten ontkennen, maar waar de twistpunten zitten, is over de oplossing. En dat onderscheid wordt vaak gemaakt. En dus als je zegt van wacht even, mogen we over een kostenbatenanalyse praten? Of als je zelf maar zegt dat bijvoorbeeld de EU minder dan 10% van de CO2-uitstoot voor rekening neemt, dat is al als het ware vloek in de kerk. Dus die religie leidt tot een soort intolerantie. Dat is natuurlijk bij alle religies zo geweest. Hè? En nogmaals, ik begrijp heel goed dat als je jong bent en je wil iets echt onder de aandacht brengen, dan moet je ook een zekere intolerantie hebben. Maar nogmaals, op een gegeven moment moet er respect kunnen vinden. Ja. Maar is het activisme dat ongenuanceerd is wel waardevol in je ogen? Ja, als stap in bewustwording, maar niet als eindpunt. Nee, niet als eindpunt. Nee. Wat ik wel heel mooi vind, in je boek begin je met een uitspraak van de rabbi Maimonides. 12e eeuw. Zeg je het verkeerd? Nee, dat geeft niet hoor. Het hangt er vanaf hoe je het wil uitspreken. Maar hij zegt, leer je tong om te zeggen, ik weet het niet en je zult vooruitgang boeken. Het spreekt mij heel erg aan. Het is wel heel moeilijk om voor jezelf, ik weet niet, te zeggen. Maar is er nou ook iets in jouw leven of een maatschappelijk groot punt waar je zelf ook niet weet wat misschien de kern is of waar je naartoe moet met het grote maatschappelijke probleem? Nou, ik denk dat die uitspraak van Maimonides heel zinvol is. Bijvoorbeeld ook voor het klimaatdebat of voor allerlei andere dingen. En dat ik weet het niet heeft dan vooral te maken met welke oplossingen zijn op welk moment, voor welk land, voor welke burgers, welke doelen nou het verstandigste. Dat ik denk niet dat iemand daar een antwoord op heeft. Dus het is niet zo dat het allemaal heel erg duidelijk is. En de hele wetenschappelijke vooruitgang is natuurlijk voortdurend de aaneenschakeling. Dingen die we niet weten of die we denken te weten worden verhaald of worden weerlegd. Dus het is heel erg in de kern van de menselijke vooruitgang en de menselijke persoonlijkheid om te zien dat we op een gegeven moment pas vooruitgang kunnen boeken door ook te zeggen dat we iets niet weten. Maar kun je nog iets specifieker zeggen wat echt onbekend is voor ons nu? Ja, er zijn ontzettend veel dingen die onbekend zijn. Te beginnen bij hoe nou precies genetica echt invloed kan hebben, bijvoorbeeld op de gezondheid van mensen. Mijn grote onderwerp ook in Wageningen, hoe we fotosynthese efficiënter kunnen maken. Kunnen we bijvoorbeeld planten maken, CQ, stimuleren die een andere route hebben om koolstof vast te leggen. Dat zou ontzettend veel uitmaken. Nou, dus dat technisch heet dat de C3 naar C4 planten. Er zijn ontzettend veel dingen. Heeft het inderdaad veel zin om te kijken naar de diepzee, zowel voor energie, voor schaarse grondstoffen, voor het stimuleren van algengroei, om CO2 vast te leggen. Nou ja, er zijn duizend dingen, alles om je heen roept wel vragen op. En dat is ook heel erg goed, want we hebben natuurlijk ook tegelijkertijd heel veel voortgang ook. Nee, precies. Kijk, als het gaat om voedselzekerheid, is een belangrijk onderwerp in je boek. Je zegt bijvoorbeeld, in de komende jaren zal de bevolking van Afrika gigantisch nog gaan groeien. Dus en hoe die bevolking zichzelf moet gaan voeden, al of niet met onze hulp, dat is nog een vraagteken. Wel een heel belangrijk vraagteken. Maar ook ten aanzien van klimaat. Waar gaat het naartoe? We lopen risico's. Maar we weten niet altijd even groot hoe groot die risico's zijn ten aanzien van zeespiegelstijging of van ten aanzien van bosbranden of misschien hoe het met koraal overal op de wereld gaat. Maar we kunnen, dus dan heb je scenario's, maar je weet niet precies waar we gaan eindigen in de toekomst, van welke risico's niet tastbaar zullen gaan worden. Maar we weten wel meer dan vroeger, hè? Dus we weten wel beter hoe we bepaalde dingen kunnen inschatten in orde van grootte. En soms komen daar ook heel onbekende dingen weer bij. Ik denk dat er nu op een nieuwe manier gekeken wordt ook naar de energie van de zon. En misschien moeten we veel meer nog met zonne-energie doen op grote schaal. Maar dan niet met zonnepanelen, maar met echt van die zonnetorens. Hè, dus de hele geconcentreerde zonne-energie. Dus het is van alles wat we niet weten.
Maar dat is alleen maar interessant in zekere zin. Alleen, je moet wel een soort open mind hebben. We hebben natuurlijk jarenlang, decennia lang gezegd, absoluut geen kernenergie. Nou, nu komt dat dus weer terug. Dat is typisch zo'n correctiepunt. Je moet nog zien of het inderdaad terugkomt en dat we het kunnen. En dat we het misschien ook op een kleinere schaal kunnen. Dus we zijn voortdurend natuurlijk bezig om onze oplossingen als het ware aan te passen. De grote vraag daarbij is het begrip van risico. En risico is impact maal kans, hè? En heel veel mensen willen natuurlijk liefst nul risico vandaag de dag. Althans, nul risico zoals gepercipieerd in de belevingswereld van veel mensen. Dus de risico van meteorietinslag, daar kan men aan voorbij gaan. Het veel grotere risico van een auto-ongeluk gaat men ook aan voorbij, omdat er een soort schijnillusie zit dat we dat wel kunnen controleren. Maar de risico's van bijvoorbeeld genetische modificatie of kernenergie lijken veel griezeliger, omdat ze niet goed begrepen worden in technische zin, ook onbestuurbaar lijken en daar ook allerlei rampscenario's al of niet door science fiction boeken aan verbonden zijn. Ja, risicoperceptie is ook heel waardig gestuurd en politiek gestuurd. Dus dan neem je iets waar ook vanuit je perspectief. En dat is ook wel heel interessant op dit vlak natuurlijk. Kernenergie werd door ene groep gewantrouwd, door de andere groep niet. De klimaatverandering wordt door ene groep meer bevreesd dan de andere. En zo zie je dit met allerlei onderwerpen waar je waarschijnlijk in je hele leven mee bezig hebt gehouden, dat die percepties vanuit verschillende hoeken van de samenleving heel anders zijn. Ja, maar er zijn wel toch een aantal dingen verbeterd hoor. Kijk, toen ik begon aan de combinatie van landbouw en voeding, was het echt heel, heel uitzonderlijk. En überhaupt, voeding was echt niet een onderwerp. Je had wel diëtisten bij wijze van spreken, maar dat was niet iets wat leefde voor de bevolking. En toen ik 15 jaar geleden terugkwam in Nederland. En toen dacht van, voeding, dat is toch wel een heel belangrijk onderwerp. Toen bleek plots in heel Nederland, en ook niet heel Nederland maar alleen, maar ook Europa en iedereen, ontzettend geobsedeerd te zijn door voedsel en voeding. Vanuit allerlei perspectieven, van gezondheid tot schoonheid, tot identiteit enzovoort. En toen heb ik ook, als ik zo verschrikkelijk veel vragen kreeg, dat boek geschreven, Hamburgers in het Paradijs. Waar dit eigenlijk als het ware een soort persoonlijk vervolg op is. En zo zie je dat zo'n onderwerp wel degelijk nu heel erg is gegroeid. En dat was eerst niet. Geldt ook voor de natuur. Hè, dat is dan misschien iets langer terug. Maar 100 jaar geleden was voor de verre, verre weg grote deel van de Nederlanders natuur helemaal niet een issue. En voor het allergrootste deel van de mensheid altijd is natuur een bron van gevaar geweest. En helemaal niet een bron van esthetiek en een bron van genieten of zoiets dergelijks. Of gezellig samen op de fiets door de natuur. De natuur was tot en met de romantiek eerder een vijand dan iets anders. Ja, als we nu toch hierover hebben, laten we eerst even op de huidige natuurdebat ingaan. En dan speelt stikstof natuurlijk een belangrijke rol. Want wat interessant was, is dat je schrijft in je boek ook ten aanzien van de Natura 2000 gebieden en de stikstofdoelen. In Nederland heeft de kunstmatig schrale natuur voorrang in het beleid, naast de typisch Nederlandse vochtige gebieden zoals kwelders, veen en wadden. Ook al kost het heel veel geld om die natuur in stand te houden en gaat het mogelijk ten koste van andere soorten. Daar wou ik nog wat over vragen. Maar je was laatst ook te gast in De Afspraak bij de VRT. Hè? En ook een fragment daarvan werd ook gretig gedeeld. Want dan ging je ook op de stikstofprobleem in. Hoe er in Nederland en Vlaanderen tegenaan wordt gekeken. Dan zeg je, we hebben het onszelf natuurlijk aangedaan, hè, zeg je. Maar dat bedoel je ermee, van het is een politieke keuze om op stikstof je zo te focussen. Ten aanzien om, dit moet je toch wel aan de context zien. Ja, dat kun je zo even uitleggen dan, want daar wil ik naar vragen. Ja. Wij vullen stikstof als een heel belangrijk criterium in om die habitatrichtlijn vanuit Brussel gestand te doen. En dan zeg je, bijvoorbeeld de hoogste uitstoot van stikstof in Europa is op de Po-vlakte. Daar speelt helemaal geen stikstofprobleem, omdat niemand dat aankaart bij de rechter. En in Duitsland hebben ze een veel hogere stikstofdrempel of depositiedrempel. Hè? Veel hoger dan ook in andere landen, in Italië dus, in Wallonië en Denemarken. En dus er zit een politieke keuze achter. En dan zeg je nog, die keuze is gemaakt in Nederland omdat de natuurbeschermingsorganisaties een heel belangrijke rol hebben gehad. Kun je dat uitleggen, hoe je dat bedoelt? Nou, laat ik eerst even nog terugkomen op die stikstof. Zeggen we daar weer misverstanden over. Het is natuurlijk binnen de habitatrichtlijn het goed recht van een land om te beslissen hoe ze
op zich de richtlijn in moeten vullen. En die richtlijn is in stand houden, CQ, restaureren van de natuur. Daarvoor kiest een land zijn gebieden. Nederland heeft daar dus heel veel gebieden voor gekozen, relatief gesproken, ten opzichte van zijn oppervlakte en zijn bevolkingsdichtheid, vergeleken met veel dunner bevolkte landen met veel groter oppervlak. En het tweede is dat wij gekozen hebben voor natuur die wij om allerlei redenen heel erg mooi vinden, collectief. Dus neem maar de Hoge Veluwe. Ik bedoel, ik heb helemaal niks tegen de Hoge Veluwe, maar het is natuurlijk wel goed om je te realiseren dat de Hoge Veluwe een soort bijproduct is van inefficiënte middeleeuwse landbouw. Want daar werd dus voortdurend afgeplacht door die boeren. Afgeplacht in de zin van dat dus de vruchtbare botslaag werd weggehaald en naar de engen werd gebracht, dus de lager gelegen, wat vochtiger delen, zodat daar nog een beetje bodemvruchtbaarheid geconcentreerd werd. En daardoor krijg je die zandverstuivingen en die arme heidevelden enzovoort. Dus het is niet natuur in de zin van dat dat zomaar spontaan is ontstaan. Het is ook niet natuur, want als je dit zou laten, zelfs zonder alle normen en gedoe over stikstofdepositie, komt er vanzelf in een ecosysteem toch weer een grassige fase en daarna een bosfase. En dat is al gelijk een van de denkfouten, namelijk dat ecosystemen stabiel zijn. Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Hè? Ze zijn altijd bezig zich te ontwikkelen en over het algemeen, een beetje afhankelijk van het klimaat en de bodem, tendeert dat toch naar bosvegetatie en niet naar veel anders. Dus de keuze om die droge, zanderige gebieden in stand te houden, ja, dat is wel een keuze geweest. Dat is een keuze die ook heel veel geld kost. Nou, dat is op zich ook dat is een democratische keuze, dus daar is niks tegen te zeggen. Maar er is natuurlijk heel weinig kennis eigenlijk van ecologie bij heel veel mensen. En er zijn natuurlijk vrij veel natuurorganisaties die allemaal een stukje van die natuur als belang hebben. Hè, die heel graag hun stukje of hun soort, als het ware, aan de man willen brengen. Dus het is logisch dat zij ook proberen grote invloed op het beleid te hebben. Dat is nou eenmaal hoe een democratie werkt. Dat is verder ook prima. Maar daardoor krijg je dus niet eigenlijk één grote visie, maar telkens kleine stukjes van als het ware belangenorganisatie. Waardoor ik denk dat ook met een, ja, toch een gebrek aan kennis op het gebied van ministeries, ja, er soms niet goed nagedacht is, bijvoorbeeld toen die gebieden aangewezen moesten worden, of toen er gekeken moest worden van wat zijn dan de criteria daarvoor. Eind jaren 90 zijn die Natura 2000 gebieden aangewezen en die breiden zich nog een beetje uit. Zijn dat natuurwaarden gepinpoint die bewaard moeten worden, die karakteristiek zijn. Maar dat ligt dus wettelijk vast. En hoor ik ook dat je daar niet zo voorstander van bent om zoiets statisch vast te leggen voor zo'n gebied? Nou, het is nu eenmaal gebeurd. Ja, nu is het gebeurd, ja. Ik denk dat, nogmaals, doordat er een visie ontbrak op het geheel, en ook omdat natuurlijk in Europees verband Nederland nooit scherp genoeg heeft gezegd van, luister, er is echt een verschil tussen ons en Finland en Roemenië en Spanje bij wijze van spreken, als het gaat om bevolkingsdichtheid, om het soort natuur. Ik zou een groot voorstander van geweest zijn destijds, maar goed, ik was helemaal niet in Nederland, laat staan dat ik enige invloed had, om te zeggen, nou, wat is nu specifiek in Europees verband? Nou, dat zijn inderdaad de Waddenzee, de Biesbosch, de Zeeuwse Delta enzovoort, een paar veenweidegebieden. Die zijn vrij zeldzaam, die heb je op niet zoveel andere plekken. Maar bepaal dit Europees. Ja, dat geldt ook, mutatis mutandis, voor energie- en CO2-doeleinden. Het is heel lastig om een doorvoerland te zijn, zoals Nederland, wat groot belang heeft voor Europa, maar waar je toch door allerlei rekenmethodes dingen gaat meetellen die in feite worden doorvervoerd naar bijvoorbeeld Duitsland of zoiets, vanuit de haven van Rotterdam. Dus ik ben een groot voorstander van het bekijken van al dit soort richtlijnen op Europees niveau en te kijken wat je als Europa gezamenlijk kunt doen, met ook hulp aan landen waar bijvoorbeeld de investeringen niet mogelijk zijn voor natuur of voor energie. In plaats van dat je dat allemaal binnen die grondgebiedjes doet van nationale staten. Ja, maar ten aanzien van stikstof is het wel zo dat er heel veel stikstof is in zo'n klein oppervlakte. Dan zou je kunnen afvragen, voor een bos zou het minder schadelijk zijn waarschijnlijk. Hè? Als het een bosvegetatie zou zijn geworden, alweer die heidegebieden. Dus je kunt nog steeds argumenteren van dat we proberen op een maatschappelijk draagbaar niveau die stikstofdepositie nog verder te verminderen, zoals al vanaf de jaren 90 is gebeurd, dat wel gunstig kan zijn. Natuurlijk kun je dat proberen. Je moet even kijken altijd wat zijn de kosten en de baten.
En voor wie? Hè, dat is natuurlijk toch wel belangrijk. Er wordt heel erg makkelijk gezegd van ja, we gaan dat proberen. Mensen die dat zeggen weten vaak niet hoeveel er al gedaan is. En ik denk dat er behoorlijk veel gedaan is überhaupt aan de efficiëntie van het verminderen van de of de efficiëntie van het gebruik van stikstof en dus het verminderen van de uitstoot. Dat zul je ook weer op een gevalsbasis moeten bekijken. Ja. Ja, het is natuurlijk al enorm verminderd. Wat zal het zijn, 50%? We werden niet meer zeker bij de varkenshouderij in de jaren 80. En deze kwestie speelde dus ook al heel erg lang. Wat ik wel grappig vond, je loopt al iets langer mee dan ik. En dat vind ik leuk, want dan heb je die historische wijsheid zo gezegd. Wim de Bie is net overleden, hè, van Koten en de Bie. Mm. En Keek op de Week werd laatst, kon ik weer heel veel afleveringen ervan zien. In 89, 90, zo waren die afleveringen. En dan hadden zij ook sketches over de heide en over de vergrassing. Wat willen we er nou mee? In ieder geval, Wim de Bie had er een mooie sketch over. Dus dan zie ik daar een sketch uit 1990 ongeveer, terwijl we in 2023 nu zitten. Gaat over precies hetzelfde onderwerp, grosso modo. Ja. Dus jij herkent die discussie ook van eerder al, dat het op dezelfde manier misschien wel wordt gesproken over wat willen we nou met dat gebied? Ja, dat is ook zo. Er zijn natuurlijk heel veel dingen die al langer meegaan. Op zich is dat niet zo erg. Ik denk, ja, het duurt gewoon een tijd in een democratie voordat je naar besluiten komt. Dat is nu eenmaal zo. Er moeten heel veel mensen geraadpleegd worden. Er zijn heel veel processen, inspraak, eventueel zelfs rechters, groepen die nog met andere ideeën komen. Modellen die worden uitgewerkt. Wij zijn nou eenmaal traag in onze besluitvorming. Maar dat ligt heel erg inherent in de democratie. Ja. Iets anders is de voedselvoorziening. Wat ik interessant vond, als je schrijft in je boek over die tijd in Wageningen, dan werd er al met een kwaad woord gesproken, begrijp ik, over de groene revolutie in die tijd. Er was vrees voor de overbevolking in China en India, van hoe gaan we die voeden? Er kwamen allerlei alarmistische boeken uit Amerika vooral, denk ik. Maar jij hebt later in je leven Norman Borlaug, als ik zijn naam goed uitspreek, leren kennen. Hè? De man die dat belichaamt, de groene revolutie, met zijn veredeling van granen. Hij was de uitvinder van, ook zelfs van de term, maar ook van de term technologie ook. Die erachter zat. Ja, maar dus jij vindt, hij heeft de Nobelprijs ook gewonnen, hè? Dus is dat een belangrijk man ook voor jou geweest, vormend, zijn ideeën? Nee, want ik kwam hem later tegen, dan toen had ik mijn ideeën ook al gevormd. Dus laten we zeggen, ik was in zekere zin zijn gelijke op dat moment dat we elkaar ontmoeten. Ik heb ook heel veel met hem gesproken, ook over moderne. Ik moet even iets doen aan een poes die hier iets omgaat. Ah. Nee, dat mag niet. Oh, pardon. Wacht even. Maar dit is de huispoes. Oké, gaat goed. Dat mag wel als grapje in het geheel, hè, denk ik. Ja. Norm Borlaug en die hele school is natuurlijk een belangrijke school geweest, omdat de doemdenkers erg uitgingen van het feit de bevolking groeit, die kunnen we nooit voeden. En want je kunt nooit zoveel meer land in gebruik nemen als de bevolking groeit. Als de bevolking verdubbelt, zou je het land moeten verdubbelen. Nou, dat kan niet. Nou, Norm en anderen lieten zien, maar ook in Wageningen bijvoorbeeld, mijn eigen medepromotor Kees de Wit lieten zien, van nee, je kunt ook echt die productie per eenheid land of eenheid water of eenheid arbeid echt serieus omhoog brengen. En dat is gewoon een heel, een heel mooie manier, een logische en ook ecologische manier om de bevolking te voeden en toch zoveel mogelijk natuur in stand te houden. Ja. En het is dus, er zijn veel mensen gered, zo gezegd, in theorie. De doemvoorspellingen waren echt ernstig in de jaren 70, ten aanzien van wat er in India en China ging gebeuren. En, dat was het beroemde boek van Paul Ehrlich, The Population Bomb en zo. Ja, en dat we met z'n allen op een reddingsbootje zaten en dat er mensen af moesten vallen en zo. En de aarde is natuurlijk geen reddingsbootje. En dat is wel heel essentieel om dat nu te noemen, teruggrijpend op wat je eerder zei over die activisten. Want ook sommige activisten geven de indruk dat ze denken dat de aarde maar zoveel, een beperkt aantal mogelijkheden heeft. En daar moeten we nu in kappen, want anders gaat het definitief mis. Terwijl de hele geschiedenis laat zien dat we oneindig veel rijker zijn geworden. En ja, op sommige plaatsen is natuurlijk natuurschade ontstaan, maar we kunnen daar ook heel veel weer aan herstellen. Dus het is niet zo dat de aarde een soort black box is en op een gegeven moment is het op.
He, want we vinden ook telkens weer nieuwe substituten. Denk aan bijvoorbeeld, we gaan nu grotendeels waarschijnlijk alle fossiel gaan vervangen. Nou, dat kan omdat we een alternatief hebben. Namelijk met name zon, maar wie weet straks ook aardwarmte, wie weet straks ook getijdenbewegingen op grote schaal. Dus we vinden ook telkens substituten. En daarmee is dat hele idee, dat fatalistische idee van de aarde, kan opraken, hè, wat nog steeds bij World Earth Day wordt dan gezegd, ja, we hebben 3,5 aarde nodig. Want dat is eigenlijk een foute gedachte. Want het is niet een black box waar maar een beperkte hoeveelheid in zit. Ten eerste verbeteren we de efficiëntie, hè, dat is dus dat je meer opbrengst per eenheid land hebt, bijvoorbeeld. Maar we hebben ook alternatieve bronnen. Ja. En dat wist men natuurlijk vroeger ook niet, hè, dus het is niet een soort verwijt. Maar ik denk wel dat het jongere generaties belangrijk is om zich te realiseren dat juist door wetenschap en natuurlijk door goed beleid enzovoort je heel veel nieuwe mogelijkheden hebt om dingen ook anders te doen. Dus wat zou, hebben ze historisch besef nodig? Historisch besef is essentieel voor wat je ook geldt voor iedereen en ook voor politici. En dat is niet uit een soort flauwheid van ja, weet je, het is allemaal al eerder gezegd. Maar pas als je die diepte hebt van, ja, waar komen we eigenlijk vandaan? Hoe snel is het ook niet gegaan in de laatste 1-2 eeuwen? Dan kun je ook begrijpen dat sommige dingen tijd kosten. En dat sommige dingen ook, als het ware, uitgetest moeten worden, geprobeerd moeten worden. Dat je nieuwe vormen moet vinden. Dat kost ook tijd, maar we zijn met z'n allen, zijn we echt natuurlijk veel en veel beter eraan toe. In heel veel opzichten. Ook bijvoorbeeld, we hebben nu een oorlog in Oekraïne. Hoe treurig ook. Het is een uitzondering dat er oorlog is. In ieder geval in Europa. Zeer uitzonderlijk. Vergeleken met, zeg maar, nog in de 19e eeuw. Ja. Maar je beschrijft in je boek ook dat je bevriend was met Hans Rosling, de Zweedse statisticus die een paar jaar geleden is overleden. En die maakte er natuurlijk zijn vak van om boeken uit te brengen en praatjes te houden van. Ja, de statistieken zijn contra-intuïtief, voor veel mensen tenminste. Hè? Ja, je hebt een naar gevoel, maar de cijfers en de status zijn anders. Ja. Ja, heel veel dingen zijn contra-intuïtief. En een denker als Steven Pinker heeft dat ook. Hans was trouwens van huis uit zijn arts. Ik kende hem ook omdat hij werkte als arts. Ik werkte dan aan de voedingskamp in Afrika. Zo hebben we elkaar leren kennen. Dus dat is ook al heel lang geleden. Maar allebei hadden wij het idee van ja, je moet gewoon gaan rekenen om te kijken hoe de situatie is. En dat heeft hij ook heel mooi. Hij had een prachtige manier, met name zijn zoon heeft dat ontwikkeld, om dingen inzichtelijk te maken in bewegende statistieken. En hij heeft heel goed laten zien dat mensen geen idee hebben van orde van grootte in allerlei opzichten. Ja. In je boek noem je nog even, als het gaat over modificatie van planten, dan heb je het over een Japanse, of een tomatensoort in Japan, die met CRISPR-Cas, die nieuwe genmodificatietechniek die zoveel stof doet opwaaien van wat gaat dat nou betekenen voor het menselijk lichaam, maar ook dus voor het voedsel. In ieder geval, daar hebben ze een tomatensoort die met CRISPR-Cas is aangepast. Ik ben even de naam kwijt, de Kaba-tomaat, of de Gaba-tomaat. Is dat een interessant iets? En zie je dat al vaker, dat met die nieuwste genmodificatietechniek voedsel wordt aangepast? Nou, ik zou het woord modificatie hier niet voor gebruiken. Wij maken een heel duidelijk onderscheid tussen genetische modificatie waarbij je een gen inbrengt van een andere soort. Hè, dat is nog steeds zeer omstreden. Althans bij dingen die voor voedsel dienen. CRISPR-Cas, wat het eigenlijk als het ware is dat je een gen niet actief is, actief maakt. Maar je brengt niet iets in van een andere soort. En dat is in principe, laten we zeggen, minder gevoelig voor mensen. Maar het is natuurlijk nog steeds wel zo dat het in Europa althans onder dezelfde richtlijn valt. Dus het kan ook helemaal niet in Europa. We hebben dat ook helemaal niet. Maar elders wordt dat natuurlijk wel gedaan. En ook steeds meer wordt dat bij bacteriën en ook voor medicijnen en voor allerlei andere stoffen wordt dat wel gedaan. Ik verwacht dat het op den duur ook wel in Europa die CRISPR-Cas-methode acceptabel wordt. Maar om je een concreter, iets makkelijker voorbeeld te geven. Hè? Kijk, tomaat heeft allerlei genen die coderen voor antioxidanten. Hè? Antioxidanten zijn om allerlei redenen goed voor de gezondheid. Alleen die tomaat heeft die antioxidanten zelf niet nodig. Dus die genen die daarvoor zijn in aanleg, die zijn niet geactiveerd. Dan kun je die genen activeren via zo'n precisietechniek. En dat is eigenlijk wat CRISPR-Cas is. En dan krijg je een tomaat met een hoger percentage antioxidanten.
Nou, dat is heel erg nuttig vanuit volksgezondheidsoverwegingen. En daar gaat het om. Dus hoe kun je voeding nog gezonder maken? En op den duur misschien ook specifiek nog aanpassen aan de behoeften van bepaalde groepen mensen. Maar als we het hebben over de verhouding tussen voordeel en misschien een risico van die nieuwe precisietechniek, CRISPR-Cas, wat voor idee heb je daarbij? Ik zie niet zo gauw dat er een ander risico is dan bij gewone plantenveredeling, wat we natuurlijk al, nou ja, als je de ruim wil nemen, 10.000 jaar doen, maar in ieder geval systematisch ook al een aantal eeuwen. Dat is punt 1. Punt 2, nogmaals, het punt risico is nu heel erg beladen in onze maatschappij. En je zult goed moeten kijken, risico ten opzichte van wat zijn voor- en nadelen. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook opnieuw een democratische afweging. Maar je kunt natuurlijk niet de risico's uitbannen. Hè? Dat is een denkfout die wel vaker wordt gemaakt. Ja, maar ook niet met dit soort plantenveredeling, niet. Maar waarom daarbij de dingen niet? Wat zeg je, sorry? Ja, wat is het fundamentele verschil? Nou, dat weet ik niet. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus überhaupt zijn daar gevaren dan. Het is niet een grote gevaar, wou je zeggen, dan met ouderwetse plantenveredeling. Nee. Nou, het woord ouderwets zou ik niet gebruiken, want het is een hele moderne wetenschap. Maar nee, ik denk dat die risico's in dezelfde orde van grootte vallen. Ja, precies. Ja. En de voordelen dan? Nogmaals, als je het wist, dan kon je het natuurlijk maal voorspellen. En waar het feit om gaat, is dat je aan de ene kant zorgt dat je zo goed mogelijk weet wat de risico's zijn. Ten tweede, blijf monitoren wat er gebeurt. En ten derde, wel ook er veel aan doet om het begrip risico ter sprake te brengen. Want de suggestie dat we naar een soort nul-risicomaatschappij toe kunnen, is natuurlijk een hele foute. Ja. Nogmaals, de grootste risicofactor buiten ziektes enzovoort is natuurlijk het verkeer. Ja. En dat accepteren we allemaal wel. Ten aanzien van biodiversiteit, daar wil je soms ook wat relativerend over zijn. Ik herinner me een gesprek een tijdje geleden met een jong iemand die maakt zich erg zorgen over de klimaatverandering. Toen probeer ik dat een beetje in een breder perspectief te zetten. Maar toen zei ze, maar eigenlijk ben ik nog banger voor de crisis daarna, de biodiversiteitscrisis. En ik heb ook al een hoogleraar uit Wageningen gesproken die daar zich ernstig zorgen over maakt nadat IPBES-rapport uit 2019 van de VN-orgaan. Hoe kijk je daar nou precies tegenaan? Dus Nederland is daarin misschien niet zo belangrijk. En ook de laatste 30 jaar verandert in Nederland volgens mij niet zo heel veel aan de biodiversiteit, als je dat begrip even centraal stelt. Maar dan zeggen ze dat wereldwijd gebeurt er wel van alles. Dat misschien de ecologie wordt teruggedrongen en dat planten en dieren in het gedrang zijn. Hoe kijk je daarna? Het belang daarvan? Alles komt neer op heel zorgvuldig formuleren. Als jij al zegt de ecologie wordt teruggedrongen. Kijk, ecologie is een wetenschap, dus die wordt niet teruggedrongen. Integendeel, die is alleen maar belangrijker. Wat betekent dan biodiversiteit? Nou, dat moet je op een aantal niveaus moet je dat bekijken. Op landschappelijk niveau, op niveau van individuele soorten en aantallen per soort, op niveau van individuele planten, hè, hoe divers zijn ze genetisch, op niveau van individuele genen, enzovoort, enzovoort. En dan nog alle symbiotische relaties tussen verschillende soorten. In het taalgebruik wordt biodiversiteit eigenlijk vooral gelijkgesteld met soorten. Dat is een denkfout, denk ik, want we weten ook uit lange ecologische studies dat soorten elkaar kunnen vervangen. En dat er in feite sprake is van niches, hè, van plekjes als het ware in het ecosysteem, die door verschillende soorten overgenomen kunnen worden. En dat gebeurt ook voortdurend. En klimaatverandering, en dan hoef je het helemaal niet alleen maar te denken aan de huidige discussie over mensen, door mensen geïnitieerde klimaatverandering, maar ook eerdere klimaatverandering, laat zien dat soorten verschuiven. Hè, dat is over de hele biologisch-geologische geschiedenis van de aarde al zo. Dus dat hoeft ons niet zo te verbazen dat gebeurt. Nou, wat is het belang wat we hebben bij biodiversiteit in die multiple betekenissen? Dat is natuurlijk dat we heel erg, althans in Europa, gehecht zijn aan bepaalde landschappen. De grootste destructie van die landschappen vindt natuurlijk niet hier plaats, maar juist in landen waar mensen arm zijn en het bos moeten kappen omdat ze het nodig hebben, of waar allerlei corrupte regimes open mijnbouw toestaan, enzovoort, enzovoort. Dus dat zijn landschappelijk gezien je grootste zorgen. Is het erg als soorten verdwijnen? Dat hoeft niet. Dat hangt er vanaf welke soort en waar. En er zijn natuurlijk van de iconische soorten. En iedereen vindt het heel erg als de walvis verdwijnt of het zeehondje en de panda, bij wijze van spreken. Maar eigenlijk, als je het heel erg onaardig wil zeggen, als die panda uitsterft, gebeurt er echt helemaal niks. Panda is als het ware een dier wat zo niet aangepast is
aan de situatie die je normaal zou hopen te bewerkstelligen. Namelijk dat een dier wat zoveel tijd besteedt aan het verteren van heel slecht verteerbaar materiaal en ook alleen maar daarop, namelijk op bamboe, wil leven. Ja, dat is natuurlijk geen lange termijn strategie, zou ik maar zeggen, voor de soort. Dus op den duur moet je afvragen of die panda überhaupt wel te redden valt. We kunnen hem natuurlijk heel erg goed beschermen, hè? Dat is allemaal prima. Maar om even toch het verhaal in perspectief te plaatsen. Nou, zijn er soorten die heel essentieel zijn voor ons? En is ook het aantal soorten, is dat van belang? Of het aantal individuen per soort om die soort te overleven? Ja, dat is zeker zo. Wat is essentieel voor ons? Wel, in tegenstelling tot wat mensen denken, zijn dat niet per se alle bestuivers. Dat wordt dat wel gezegd van de helft van onze gewassen gaat eraan enzovoort. Dat is eigenlijk helemaal niet zo, omdat het grootste deel van onze belangrijke calorieënbronnen helemaal niet bestoven worden door insecten. Maar zelf bestuivers zijn of door de wind of zoiets eigenlijk. Voor de tuinbouw is dat wel een issue, maar bijvoorbeeld de meeste tuinbouw in Nederland wordt echt bestoven door commerciële bijenvolken of commerciële insecten. In kassen en dergelijke. Dus ook daar is natuurlijk wel een oplossing te vinden. Nou, dan blijft de vraag, de fundamentele vraag. Biodiversiteit was er voordat wij er waren, zal ik maar zeggen. Heeft het niet een intrinsieke ethische waarde om dat te handhaven? Dan denk ik ja. Maar je moet dan wel goed je afvragen waar. En wat zijn de oorzaken dat die biodiversiteit wordt bedreigd? En dan nogmaals, dan is armoede en overbevolking in andere landen buiten Europa en buiten, zeg maar, de OECD-landen, is dat de grootste factor. En zou je eigenlijk moeten zeggen, als je biodiversiteit je echt te hard gaat, moet je misschien juist in die landen zorgen dat bijvoorbeeld die hele primitieve brandlandbouw enzovoort, dat die wordt vervangen door meer geconcentreerde moderne landbouw. Maar het gekke is dat mensen die voor biodiversiteit zijn ook vaak tegen moderne landbouw zijn. Terwijl uiteindelijk, als je kijkt, dan is het toch zo dat hoe efficiënter je landbouw op een klein oppervlak kan doen, hoe meer land je overhoudt voor biodiversiteit. Ja. Dus biodiversiteit is nu een soort containerbegrip geworden dat je om de havenklap leest of hoort. Maar het is ook een term die uit de jaren 80 komt, begrijp ik. En om een bepaalde reden misschien een bepaald nut had en is geïntroduceerd. Maar vind je het überhaupt als term, als zo'n groot begrip, wel nuttig? Ja, het is, je kunt het niet meer wegdenken natuurlijk als begrip. Dus het heeft niet zo'n zin om te zeggen dat het nuttig is of niet. Ik roep altijd onmiddellijk als mensen zeggen biodiversiteit staat onder druk, zeg ik welke biodiversiteit en waar en waardoor. En die vragen moet je telkens blijven stellen. Ja, ja. Dus wat dat betreft, kijk, als we dit dossier hebben opgelost bij wijze van spreken van de klimaatverandering, dan zie jij niet direct een nieuw dossier opdoemen van die omvang of misschien wel groter en dat zou dan de biodiversiteitscrisis zijn. Nou, ik denk dat die eigenlijk hand in hand gaan. En ik hou niet zo van het woord crisis, omdat dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Maar er zijn natuurlijk een aantal trends die op dit moment doorgaan. En één daarvan is natuurlijk de bevolkingsgroei. Niet zozeer in Europa, behalve door immigratie, maar grotendeels natuurlijk met name in Afrika en Azië. Hè. Van de 10 miljard mensen aan het eind van deze eeuw zijn er 9 miljard in Afrika en Azië. He, dus daar is de grootste groei, vooral in Afrika. Dat is één aspect, dat is onmiddellijk een bedreiging voor de biodiversiteit, maar dat is ook onmiddellijk een enorme eis voor meer materialen, meer consumptie, meer energie. En dus die behoeftes, die natuurlijk heel legitiem zijn, die moet je proberen om zo duurzaam mogelijk tegemoet te komen. Ja. Dat is eigenlijk dus de grootste uitdaging voor biodiversiteit, maar duurzaamheid als zodanig. Laten we tot een slotsom komen, want we hebben heel veel besproken. En wat ik aardig vind, is jij houdt wel van de diepe tijd, hè? Gewoon de geologische tijd erbij nemen. Laten we niet in deze koker kijken van ons huidige tijdsgewricht. Dus je hebt die hele diepe tijd van ecologische veranderingen en van klimaatverandering en zo, en geologische verandering. Maar ook misschien als we gewoon in een eeuwtijd kijken, van waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Hoe kan je misschien iets zeggen over hoe jouw visie nu is op waar we nu staan als mensheid? Op dit moment, in die enorme tijd, of op dit punt van de moderne tijd misschien. Nou, het is altijd moeilijk om te relativeren vanuit de positie waar je nu in zit. Ik denk dat we ontzettend worstelen met de rol van digitalisering. Dat is misschien eigenlijk wel het grootste probleem. Kijk, technologie
die gaat in zekere zin wel door. In de zin van dat we efficiënter met energiebronnen en nieuwe energiebronnen om zullen kunnen gaan. Maar digitalisering roept ook echt vragen op over hoeveel controle heeft de mens over, over data, over zijn eigen gegevens, over communicatie. Hè. Zo'n ChatGPT is natuurlijk echt wel weer een trendbreuk. En zeker als dat geïncorporeerd wordt in bestaande programma's, zodat je geen keuze meer hebt om het niet te gebruiken. Dus dat, die hele digitalisering is denk ik wel een heel groot, groot punt waar we nog lang niet uit zijn. Niet in ethische zin, maar ook niet gewoon in praktische zin. Ik denk dat een ander groot vraagstuk is. We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat het westerse model van meer democratie, meer liberalisering, dat de oplossing zou zijn voor de wereld. Nou, dat wordt nu door de hele geopolitieke spanningen toch enigszins onderuit gehaald. Ik denk persoonlijk nog wel dat democratie eigenlijk iets is wat je bijna niet kunt onderdrukken als mensen eenmaal een bepaalde mate van informatie en opleiding hebben. Maar je ziet dat het wel heel efficiënt heel lang onderdrukt kan worden in een heleboel landen. Uiteindelijk is dat de vraag van hoe krijg je het evenwicht tussen individuele expressie en individuele wensen en het grotere goed, het grotere belang. Het feit dat we nu ook zo in Europa en in Nederland worstelen met wat we eigenlijk willen, heeft ook te maken met het niet meer goed formuleren wat we bereid zijn individueel op te geven voor het grotere geheel. Dus eigenlijk houdt u zich veel meer mee bezig wat dat betreft met maatschappelijke ontwikkeling, hoe zoals mensen samen verder gaan. Dus niet minder met natuur en met voedsel. Ja, de overlap natuurlijk, maar ik ben met digitalisering, met democratie. Ik denk dat je technologie niet los kunt zien van maatschappelijk-ethische vragen. Tegelijkertijd is voedsel, zoals ik ook zeg in mijn boek, in alle toonaarden, het belangrijkste wat je als mensen kunt delen, maar wat je ook nodig hebt. Je kunt niet zonder voedsel echt overleven. En dus zijn die dingen voor mij heel erg gekoppeld. Het gaat er wel degelijk om van hoe produceren we voedsel. Maar met name voor die mensen die op dit moment te weinig hebben. Maar ook hoe zorgen we dat die mensen die bijvoorbeeld in Nederland lager opgeleid zijn en een slechtere gezondheidsstatus hebben, ook goed gevoed worden. Dus dat zijn wel hele wezenlijke dingen voor de overleving van de maatschappij. En welke technologie kunnen we daarvoor gebruiken? Dus het is niet zo dat maatschappelijk ethisch als het ware in de plaats komt van andere zaken. Het gaat uiteindelijk over duurzaamheid en hoe deel je schaarse hulpbronnen met elkaar. Ja, daar komt het altijd op neer. Nou, bedankt Louise Fresco voor het mooie gesprek. Naar aanleiding van je boek, ik hou nog even op, Ons Voedsel. Met allerlei beschouwingen over de voedsel en ook over de actualiteit. Heel erg bedankt. Ja, bedankt. Tot ziens. Dag.